De barones, je komt al bijna. En ik ben nog niet klaar. Nog lang niet klaar. En dan krijg ik mijn strek ook al niet gestrekt. En als ik mijn strek niet gestrekt krijg, dan kan ik mevrouw niet onder ogen komen. En kan ik mevrouw niet onder ogen komen, dan kan ik niet werken. En als ik niet kan werken, verdien ik geen geld. Dan moeten we op straat leven. We worden zwervers, jongen. We worden zwervers. Zal ik dan maar even helpen, pa? Als je denkt dat je kunt strekken. En wel netjes praten, hoor. Want ze is een barones. Dat doe ik toch altijd? We zijn hier in het Ledeltheater, waar we repeteren met de jongeren van de Plattelanders. Die staan dit jaar voor de 7e keer met een eigen stuk op de planken. En het stuk heet Voor Altijd Jong. Het verhaal gaat over mevrouw Pan, die een landgoed heeft met een enorme kersentuin. Maar haar man is vermist en dat zorgt ervoor dat ze veel verdriet heeft en hier niet langer kan blijven wonen. En er gebeurt eigenlijk van alles. Het hele stuk zit vol allerlei typetjes en karaktertjes. We hebben Rijntje de Vos en Haak, die willen het landgoed kopen, maar die hebben daar snode plannen mee, dus die zijn niet echt te vertrouwen. We hebben ook nog een opa en twee oude omaatjes, wat heel grappig is, want wij zijn de jongeren, maar hun spelen dat ze ouderen zijn. En ze worden terug jong, want in die kersentuin is ook nog een beetje magie. En als je te veel kersen eet, dan word je weer terug jong. En er gebeurt eigenlijk van alles, maar de grote vraag blijft wel, waar is de barom gebleven? Nou, daar gaat ons verhaal over. Wij spelen deze voorstelling twee keer. Op zondag 2 februari is een middagvoorstelling, die start om 14:00. En op vrijdag 7 februari is er een avondvoorstelling en die start om 20:00. Kom op, niet zo telkens zitten gamen. Ga maar een keer naar opa in het bejaardentehuis. Dan doe je ze iets beter dan gamen. Wat? Nee, niet naar het bejaardentehuis. Dat is zo saai. Als je deze terug wilt, zou ik maar gauw gaan. Zuster! Zuster, kom eens een keer! Ja, wat is er? Nou, ik denk dat het hier een beetje gelekt heeft. Het regent niet eens. Nee, zuster. Oh. Oh. Ja. Oh. Wacht even. Het is voor de avonddienst. Hey, ik ben Bente. Ik doe mee met de jongere plattelanders dit jaar. En ik speel de hartkoningin. Zij is een persoon die heel erg complex is. Die nog niet zo goed weet wat ze zelf wil ook. Maar ze claimt dat ze een kind wil. Ze kan heel erg explosief zijn. Ze is vooral, dat is ook het enge. Je weet nooit wanneer ze boos gaat doen of wanneer ze gaat uitbarsten van emotie of zo. Ik herken dat best wel. Ik heb dat soms ook al een keer gehad. Tegenwoordig niet meer zoveel, maar ja, je weet maar nooit waar je terugkomt. Ik vind het super leuk om mee te doen. Het is iets wat ik heel erg graag al heel erg lang heb willen doen. Toneelspelen en dat soort dingen. Het is ook super gezellig om mee te doen en ik heb het altijd super naar mijn zin. Oké, wil je dit stukje nog even terug doen? Maar je stress was wel goed. Ja, gewoon helemaal. Doe maar even opnieuw. Laat me met rust. Maar snoezie woezie. Niks te snoezie woezie. Ik voel me ellendig en leeg. Zal ik nou een gouden diadeem voor je kopen? Om de leegte een beetje op te vellen. Ik wil geen gouden diadeem. Wil je dat? Een paard? Een paard? Zal ik een paard voor je kopen? Ik heb al 3 paarden, dat weet je toch. Zal ik nou een leeuw voor je kopen? Een leeuw? Ja, dat is een goed idee. Net zo lekker kattig als jij.